Wat up morgens, ik zit op dit moment in mijn studio en ik heb jouw hulp nodig. Want ik ben nu op dit moment een 24 uur livestream aan het doen voor de jonge helden binnen de Nierstichting. Dit zijn kinderen die helaas een nierziekte of een nierafwijking hebben. En hier dus dagelijks mee bezig zijn in hun, in hun jong en, en kinderlijk leven. En ook de jongvolwassenen die dus binnen deze categorie van nierziektes en nierafwijkingen dus hiermee te maken hebben. Um, de reden dat ik dit doe is omdat mijn dochtertje helaas ook een nierafwijking heeft. Al is het gelukkig een van de mildere, dus zij heeft er niet zo heel veel last van in haar dagelijks leven. Maar het is wel een heel persoonlijk doel voor mij waar ik dus geld voor wil inzamelen. Um, ik heb dus met de Nierstichting gesproken. En um, ja, het is dus zo dat uh, zij uh, heel veel baat hebben bij natuurlijk uh, veel geld. Maar we hebben dat ook uh, op een bepaalde manier ingezet. We hebben drie um, verschillende projectjes waar het geld naartoe gaat... Eén is dat wij verschillende handheld consoles gaan fixen om binnen de nierdialyseafdeling in Nederland... dat zij daar afleiding hebben um, zodra zij aan een dialyseapparaat uh, moeten hangen of dialyseer heet dat volgens mij. Dus dat is één ding. Het tweede is dat ik voor elk kind met een nierziekte in Nederland... dat zij in bepaalde ziekenhuizen een cadeautje kunnen ophalen... Um, uh, dus dat zij uh, op het moment dat zij behandeld worden of na de behandeling, dat zij iets mee naar huis mogen nemen om toch een geluksmomentje te creëren voor hun. En het derde is uiteraard voor onderzoek. Onderzoek is nog steeds enorm belangrijk, dat zij uh, ja, nog steeds onderzoek hebben om deze patiëntjes te helpen binnen Nederland. Dus help mij, het doel staat op 40.000. Ik hoop dat jij even tijd hebt om te komen checken. Ik hoop dat jij wat centje, centjes hebt om, uh, om te doneren. En ik zie je zo. Bedankt. En namens alle kinderen in Nederland ook bedankt. Ik hou van jullie en ik zie je bij de uh, bij de stream. Thanks.